Laat ik een voorbeeld geven van die politieke instabiliteit die kenmerkend is voor Nederland in de afgelopen 12, 13 jaar zo langzamerhand. Een jaar of twee, drie geleden werd er in Nederland een oudere partij opgericht door Jan Nagel. Ik moet u zeggen, ik zou dat eigenlijk niet moeten zeggen, want het is niet erg democratisch, maar Jan Nagel heeft ons een onbeschrijfelijke hoeveelheid ellende op de dak gestuurd, want Jan Nagel was ook de bedenker van Leefbaar Hilversum, wat zijn belofte om het verkeer daar te regelen nimmer waargemaakt heeft, eerlijk gezegd. En vervolgens, dat is typisch Jan Nagel, is hij gevlucht naar de volgende vluchtheuvel en heeft hij ons Leefbaar Nederland bezorgd. En daaruit is, nog ongelukkiger, de lijst Pim Fortuyn ontstaan. En nu had Jan Nagel dus het voortreffelijke idee om de Nederlandse ouderen een politieke partij aan te wrijven. En het idee was, de Nederlandse ouderen worden gepakt op een schandelijke, asociale manier. Heel anders dan in andere landen waar de ouderen veel achting en liefde genieten, worden ze in Nederland op gruwelijke wijze gepakt. Is dat waar? Totaal niet. De Nederlandse ouderen die zijn er in financieel opzicht beter aan toe dan enige andere groep van ouderen in deze wereld. De Nederlandse ouderen zijn er ook beter aan toe dan de ouderen in Zweden. Ik zwijg van de ouderen in Amerika die soms op hun 81ste nog een krantenwijk moeten nemen om niet totaal te verhongeren. En wie wordt de leider van deze nieuwe partij? 50 plus heet die oudere partij. Kennelijk ben je voor wat betreft Jan Nagel vanaf je 51ste al oud. Dat wordt Henk Krol. Weet Henk Krol iets van de sociaal-economische problemen van ouderen en van het pensioenakkoord? Nee, daar weet Henk Krol helemaal geen ene malle moer van af. Dat heeft hij ook zelf gezegd. Je ziet misschien, heeft u gezien dat filmpje waar een aantal dames vrolijk zingt, daar heb je Henkie. Dat is in grote trekken de hele inhoud van de 50PLUS-partij. Maar wat blijkt, Henk Krol had, voor hij dus struikelde, volgens de peilingen van Maurice de Hond, wat die ook precies waard mogen zijn, zou hij 15 virtuele zetels in het parlement hebben. Dus hier is nog iets meer aan de hand. Die instabiliteit, die allerlei oorzaken heeft, heeft ook een heel belangrijke oorzaak, namelijk dat vele kiezers ook niet goed bij hun hoofd zijn. De problemen van de parlementaire democratie zijn ook de problemen van kiezers die maar met alle winden meewaaien. Die elke variatie van lulkoek op de televisie aanzien voor, hey, kijk eens. Hè, die hun betrekkelijk primitieve ontevredenheid, die eigenlijk niet gebaseerd is op feiten en op de politieke en sociale werkelijkheid, meteen vertalen in, oké, wij gaan voor Henk Krol. Hè. Dat is heel droevig. Als mensen boos zijn, laten ze dan eerst eens onderzoeken wat er eigenlijk precies aan de hand is voordat ze op Henk Krol gaan stemmen. Of wat mij betreft op Geert Wilders. Hè? Die instabiliteit van de Nederlandse politiek, laat ik daar nog een soort van aardige, verklarende metafoor voor geven. En ik heb dat ooit eens gelezen, en dat is het zogenaamde reisleidersprincipe. Het schijnt, en ik ik ben zelf ook wel eens een soort van reisleider geweest en ik kan dat deels wel getuigen dat dat zo is. Het schijnt dat je in elk reisgezelschap in principe 5% mensen hebt die ontevreden zijn. Wat er ook gebeurt, hoe mooi het weer ook is, hoe fijn de bus ook rijdt, hoe gezellig ze ook samen zingen, 5% blijft ontevreden. Ik heb dat ook eens meegemaakt op een reis naar Wenen. En daar was iemand die de eerste dag in het hotel zei, ja, dat is allemaal prima, maar die broodjes die we bij het ontbijt hadden gekregen, die waren echt veel te klein. Zulke broodjes, dat konden misschien in Oostenrijk wel leuk vinden, maar hij vond ze te klein. Dus wij hebben daar werk van gemaakt. We waren met z'n tweeën als reisleiders, dus de volgende dag waren de broodjes stukken groter geworden. Waarop die zei, ja zeg, dat was de bedoeling niet, dit zijn reuzenbroden. Ik bedoel, kunnen jullie niet zorgen voor broodjes met een beetje een normale afmeting, zoals broodjes horen te zijn. Dus ja, de volgende dag, nou u begrijpt, we hebben geen enkele dag zijn we erin geslaagd om broodjes te serveren die naar zijn idee. Nou, 5% van alle reisgenoten is zo. Wat je ook doet, de kamer is te klein.
Ze mogen niet roken. Ze willen graag achter in de bus zitten. Ze willen graag voor in de bus zitten. Ze vinden wandelingen te ver. En we zijn te lang in het museum gebleven. Nou, kortom. Wat is nu het geheim? Aan die 5% doe je niks. Maar het is voor de reisleider van essentiële betekenis om de 5% ontevredenen om die te isoleren. Om te laten zien dat dat zeiksnorren zijn. Dat dat lui zijn die alleen maar mee zijn gegaan om te pielen en te zeuren over die broodjes. Want dat is hun levensbestemming. Pielen, zeuren en treiteren. En je moet enorm oppassen, dat is eigenlijk de kern van het reisleidersprincipe, dat ze niet de rest van het gezelschap aantasten. Want onderzoek leert dat ongeveer 15% van het totaal aantal reisgenoten gevoelig is voor klachten en voor zeiken en zuren. Dus je moet oppassen dat die 5%, die extra 10% er niet bij krijgt. Want dan zit je met een aanzienlijk probleem. Een hele tros van zeikers en zeurders. Die dan ook op de wandeling, niet waar, zo'n beetje morrend achteraan komen strompelen. Dat soort van lui. En dat zie je in de politiek eigenlijk ook. Je ziet ook dat in heel veel landen eigenlijk de ontevredenen, de populisten of lieden van ander slag, zo'n 15% ongeveer van de stemmers scoren. In een democratie is het, of u dat nou leuk vindt of niet leuk vindt, onvermijdelijk dat er elites zijn. Dat kunnen ambtelijke elites zijn, technocratische ambtelijke elites. Dat is deels de politieke elite. En dan zult u zeggen, ja, dat is juist zo erg, daar moeten we van af. Wat wilt u dan? Dat politici, dat hebben ze in Amerika her en der geprobeerd, maar 4 jaar mogen zitten en dan moeten ze er weer uit, dan moeten er weer nieuwe komen. En dan heb je allemaal politici die geen enkele ervaring hebben. Zijn er politici die wel eens met de hand in de overheidskas zitten? Ongetwijfeld, altijd en overal. Dat valt in Nederland trouwens ontzettend mee. Eigenlijk, ja, ook in Nederland heb je wel een paar van de zogenaamde zakkenvullers. Maar de retoriek dat alle Nederlandse politici in principe zakkenvullers zijn, dat is echt misleidende retoriek. Ten slotte voor u een gedachte-experiment, want ik hoop dat u een beetje positief en optimistisch zal stemmen. Ik ben geboren in oktober 43. Ik ben dus vorig najaar ben ik 70 geworden. En verreweg de gevaarlijkste periode van mijn leven was oktober 43 tot mei 45. Sterker nog, ik ben 2 maal aan de dood ontsnapt. En alle jaren daarna, van mei 45 tot op de dag van vandaag. Ja, we hebben wat mindere tijden gehad, late jaren 70, vroege jaren 80. Het is nu ook niet groots in economisch opzicht. Maar die hele periode van 45 tot nu kunnen we eigenlijk overzien. En u ziet dat het een gestage economische ontwikkeling omhoog is. U heeft geen idee, als u een stuk jonger bent dan ik, wat een armoedige en schrale jaren het waren, die eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog. En dan begint in de jaren 50 de welvaartsmachine te draaien. En die draait nog veel harder in de jaren 60. We zijn allemaal in Nederland ongekend welvarend geworden. Is dat perfect verdeeld? Nee, dat is niet het geval. Al zijn in feite in Nederland de economische ongelijkheden niet zo verschrikkelijk groot. Maar gek genoeg, als je een wat ruimer perspectief neemt, als je de groothoeklens gebruikt op de geschiedenis, dan ziet u, niet waar, dat de afgelopen bijna 3/4 eeuw in feite een zeer voorspoedige periode is geweest. En de laatste 25 jaar is ook een zeer voorspoedige periode geweest. En als we naar Nederland kijken, moeten we eigenlijk iets heel wonderlijks constateren. Namelijk dat Nederland met die zogenaamd zo gebrekkig functionerende parlementaire democratie eigenlijk, in comparatief perspectief gezien, heel behoorlijk bestuurd is. Dat die Nederlandse parlementaire democratie heel behoorlijk gewerkt heeft. En dat idee dat de burgers altijd maar boos zijn in Nederland, dat is voornamelijk retoriek en dat is een recent idee. En eigenlijk zouden we verstandig aan doen om daarmee op te houden met die retoriek, want die is niet in overeenstemming met de politieke en de sociaal-economische werkelijkheid.
Nederland is een heel behoorlijk bestuurd land. En dat niet alleen, wij horen tot de allerwelvarendste landen ter wereld. En de kans dat dat plotseling anders zal worden, is heel erg klein. Kortom, de vlag uit.